25 januari 1990 trok een van de zwaarste stormen ooit over Nederland. En niet alleen over Nederland, ook over grote delen van het westen van Europa. De storm die ontwikkelde zich al helemaal aan de overkant van de Atlantische Oceaan en trok heel snel richting Groot-Brittannië en kon daar onder de straalstroom, de sterke wind op zo'n 10 kilometer hoogte, heel erg snel uitdiepen naar 950 hectopascal. Dat is echt een enorm lage luchtdruk voor West-Europese begrippen. Dat zorgde dus voor een hele zware windstoten in het Verenigd Koninkrijk van 160, lokaal zelfs 170 kilometer per uur. En uiteindelijk trok die storm ook richting Nederland en zorgde daar ook voor extreem zware windstoten. Op grote schaal werden windstoten gemeten van meer dan 150 km per uur. En de zwaarste windstoot was zelfs 161 km per uur. En daardoor kwamen eigenlijk grote delen van de samenleving plat te liggen. En je kan je wel voorstellen dat die hoge windsnelheden toch zorgden voor een ontwrichting van de samenleving. Het kwam ook tijdens de avondspits, dus de scheepvaart, vliegverkeer en ook al het vrachtverkeer kwam stil te liggen. Verschillende vrachtwagens waaiden om, maar ook bomen die waaiden om. En er waren ook 17 doden te betreuren. De storm die zat wel in de verwachtingen, maar dat die zo heftig zou uitpakken, dat zat niet in de verwachtingen. En daardoor heeft het heel veel mensen toch ook wel overvallen. En ook eigenlijk de instanties in Nederland had het eigenlijk overvallen, waardoor uiteindelijk ook het waarschuwingssysteem een upgrade heeft gekregen om mensen toch eerder te kunnen waarschuwen als er extreem weer aan zit te komen. Storm Daria zorgde dus echt voor extreem hoge windsnelheden. In Nederland zijn we natuurlijk wel gewend aan stormen, maar dit was wel echt een ander kaliber. Op grote schaal werd zelfs windkracht 10 gemeten, zelfs tot Utrecht aan toe. En bovenland zulke windsnelheden, nou, dat zien we echt niet vaak. Aan de kust werd zelfs een uurgemiddelde van windkracht 11 gemeten, een zeer zware storm. En dat zien we ook niet vaak in Nederland. Dus echt wel een hele bijzondere storm met heel veel impact.